En een tyfo daar in de hoek, hij is zo schoon. Oh, daar zijn ze, de rode duivels. Thibault, kijk eens daar met een tyfo. Hans, daar. Met een tyfo. Hey, Christophe hier. Je weet wel, de speaker van de Rode Duivels en ook de Red Flames. Superbelangrijke WK-kwalificatiematch tegen Wit-Rusland. En ik sta hier in het Proximus Basecamp. Volg mij. Dit is de aardappel, de patat. Het symbool van de Wit-Russische keuken. Maar wat doen wij, de Belgen, met patatten? Wij maken daar frieten van. French fries. French? En wat doen wij met die frieten? Wij fritten die op. Dat smaakt. Net zoals de overwinning tegen Wit-Rusland. Dat smaakt. En om te bewijzen aan die Wit-Russen dat frietjes beter zijn dan gewoon patatten, hebben we iets nodig dat echt opvalt. Een grote tyfo in het stadion, dat hebben we nodig. Een tyfo met frieten. Met Andalous? Ja, de saus mag je er zelf bij kiezen, geen probleem. En een frikandel? Nee, geen frikandel, alleen saus. Hey. En dat, dat is een tyfo. Hopla. Wow, dat is zwaar. Gewoon even kijken. Maar kijk naar die frieten. Die frieten. I love you. Hey, maar wacht. Hoe krijg ik dat ongelooflijk groot ding in het stadion? Oh, ik heb een idee. Hallo? Ja, hey. Mijn favoriete buschauffeur. Ik sta hier in Tubeken, Proximus Basecamp. Met die box, met die dozen, met een tyfo. Jij steekt die in de bus en aan het stadion van Leuven moet jij die eruit halen. Oké, okay, ça va. Dank u. Dinsdagavond, stadion King Power at Den Dreef in Leuven. Hier spelen vanavond de Rode Duivels tegen Wit-Rusland. De frieten tegen de patatten. En wie gaat er winnen? De frieten natuurlijk! Hallo, de buschauffeur. Ja. Ah, je hebt een bak mee. Fantastisch. Oké, okay, T4. Nee, ik kom naar daar en ik kom een bak halen. Het is gelukt. De tyfo is in het stadion. Ah. Oh. Dank u. Allee. Oh jongens, dat is veel te zwaar. Ik. Oh, steward! Hopla. Trekken. Joe. Dank u, hè. De tyfo is geplaatst! Kom op, duivels, tegen de patatten! Met een tyfo daar in de hoek, hij is zo schoon. Oh, daar zijn ze, de rode duivels. Thibault, kijk eens daar met een tyfo. Daar. Hans, met een tyfo. Mijn tyfo. En nu, dames en heren, de samenstelling van onze rode duivels. De Rode Duivels hebben het gedaan. De friet is beter dan de patat. Maar ook onze fantastische tyfo die staat daar prachtig te blinken. Dus onze challenge is geslaagd. Bravo, Rode Duivels!